chillen in Bos, wat is inderdaad dat wij met z'n allen dachten van onze prachtige grachten willen we wel tonen aan de bezoekers van Bos tijdens het Elfstedentochtweekend, maar ook aan de Bolswaarder zelf, want niet iedereen vaart altijd met dit prachtige zicht. Het is niet varen alleen. Nee, we hebben 20 acts langs de kanten. En mensen kunnen daar ontzettend van genieten. Alleen dan van oude wetter. En net zat we oorsdoggen van oude kant. Maar echt op het wetter in een sloep. Dus we hebben ook verschillende opstapplakken. Zodat mensen nou ook eens dus mooie grachtenpan van de hele oude kant misschien kunnen. In combinatie met muziek, dans, theater en alles. Maar nou heeft niet iedereen een sloep. Hoe los je dat op? Nou ja, natuurlijk in eerste instantie, het gaat net alleen om sloepen. Het gaat ook vooral om dat alles wat maar een beetje vaart en drijft, dat op het water komt. Het moet ook een beetje een ludiek element wezen. En dus, je kan een kanootje hebben, je kan een rubberbootje hebben, maar als je een vlot hebben of een omgedraaid autodak om mijn pad, het doet er eigenlijk niet toe. Alles wat maar drijft en vaart, dat moet op die gracht komen. En het liefst ook nog een beetje die bootjes wat leuk aankleden. En daarmee moeten we als een vaart, als een grote armada, door die stad trekken. Dat is het idee. En wat voor acts kunnen we hier nou precies verwachten? Hier achter jou staat het prachtige Mayo-koor. En daar vaar je dan op toe. En als je dan weer omkijkt, dan hebben we hier waarschijnlijk een stil leven van de bibliotheek met een voorleesstoel. Ja, en nu komen we op dat moment, dat is eigenlijk wel het mooiste plaatsje van Bolzert eigenlijk. Zeg, als je daar zou komen en dan... Hé, de Blikkenboer staat huis. Ja. Nou ja, dan klinken hier de zonnige tonen van de Sunny Road Show. En daar kan je lekker van genieten. En ik zou zeggen, neem een lekker hapje en een snapje mee in de boot. En dan vaar je met dat mooie zicht op het stadhuis, ons stadhuis in Bolzert. En dan verwachten we daar op een steiger ook nog wat mooie schilderijen te staan, zodat daar ook weer wat te zien is. En dan om de hoek, dan hopen we dat daar het Shanty-koor staat bij het stadhuis. Je bent nog niet helemaal klaar met alle plekjes toe, wie is er, neem ik aan? Daar zijn we heel druk mee bezig, maar als er nou mensen luisteren en die denken, ja maar hier horen wij bij, ons koor, onze vereniging. Meld je hem aan, chilleninbolzwart@gmail.com of even de Facebook-account, Facebook-pagina bekijken, chillen. En dan kun je altijd nog opgeven. Hey, en de route, je kent ook ons maar halverwege ergens beginnen. Wie moet mij langs varen? Wie is van de route? Nou, wij starten op het kruiswetter. En dan gaan we richting Stadhuis en van daaruit richting Bolwerk en het Heeg Bolwerk Groen en daar weer richting het Kruiswetter. En het is dus in je richting verkeer. En omdat het in je richting is, door de suppers ik maai. Er komen speciale suppers uit Grauw en Heeg en Snits. En ik zit er eigenlijk namens de Bolzerder Watersportvereniging en dat is een hele mooie koppeling. Dus watersport en cultuur